Dag iedereen en welkom bij Indieverse, een format waarbij Aike ons, en met ons bedoel ik Davy en mezelf, laat kennismaken met een echte indie-parel. En deze keer gaan we die parel opduiken in Dave the Diver. Toch opnieuw geen deep dive, maar we gaan eens het water aftasten in Dave the Diver. Dus Davy en ikzelf zijn minder vertrouwd met de game, dat klopt, hè, Davy? Helemaal. Ik weet er helemaal niks van. Oké, dat is in feite net positief, want dat wil zeggen dat Aike ons volledig vanaf nul kan laten kennismaken met de game. Dus Aike, go for it. Oké, dus het is wel makkelijk, want het opzet is heel eenvoudig van deze game. Er is één terugkerende loop waarin dat we overdag gaan duiken en 's avonds hebben we een sushi bar die we moeten runnen. Ja. Dus dat is eigenlijk hetgene wat steeds terugkomt. En dat is ook wat we vandaag gaan zien. Dus we gaan de namiddagduik doen. Er zijn twee momenten op een dag waarin dat je kan duiken, dus 's morgens en in de namiddag. Wij gaan enkel de namiddagduik doen en de avondshift, dus in de sushi bar. Dus we gaan een deel van die loop zien. En dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten. Nu, wat ik wel, terwijl ik de game start, wil meegeven, is wat de game net zo goed maakt, is dat er constant nieuwe dingen worden geïntroduceerd. Dus ik zou eigenlijk al blij zijn als het gewoon enkel die loop was. Maar omdat iedere dag in het spel zelf komen er echt nieuwe elementen boven. Er zijn nieuwe missies, nieuwe minigames, zelfs grotere toevoegingen. En dat houdt de game zo interessant. En ik denk dat daar de populariteit, want de game is toch wel overal, of ik heb toch het gevoel dat die overal is, dat daar die populariteit wel vandaan komt. Gewoon omdat er zoveel diepgang in het spel zit. Dus we kunnen hier kiezen welke dingen we gaan meenemen. Meestal ga ik voor dezelfde items, dus ik ga gewoon meteen duiken. We zijn nog aan een missie bezig waarin dat we bepaalde kleine zeediertjes moeten vangen. Maar verder is dat niet zo belangrijk. Je bent eigenlijk vrij om een beetje te verkennen hoe dat je het wil. Dus voilà. Telkens als je de duik maakt, is de omgeving ook een klein beetje anders. Dus je leert wel de omgeving kennen, maar af en toe zitten er andere vissen of liggen er andere. Dus het is voldoende aangepast om het interessant te houden, ik zal het zo zeggen. Dus hier hebben we al een ander wapen, maar dat ga ik nu nog niet meepakken. Nu, ik ben al wat verder in de game natuurlijk. In het begin kan je nog niet zo diep duiken, nog niet alles vangen. Deze vissen zijn bijvoorbeeld minder vriendelijk. Die hebben dan zo'n rood dingetje boven hen. En het lukt me ook niet meteen om ze te vangen, omdat mijn net niet sterk genoeg is. Dus ik ga gewoon doorzwemmen. Dus ja, dat is eigenlijk het opzet van het spel. Maar ja, het is eigenlijk gewoon heel rustig. En ja, ik snap wel waarom veel mensen ervan houden, zeg maar. Maar dus uw zuurstoftank, die loopt niet vanzelf leeg. Dat is enkel als je damage krijgt. Die loopt ook wel vanzelf rustig leeg, maar het werkt ook een beetje als een health bar. Dus als je inderdaad damage krijgt, dan gaat die ook wel sneller leeg. Maar je gaat wel onderweg ook extra zuurstof hier bijvoorbeeld vinden. En dat is ook wel nodig. Want anders kan je ook niet alle duiken helemaal doen. Dus nu heb je vis gevangen? Ja. En het is ook wel zo dat als je vissen levend vangt, je kan ze ook neerschieten als je een wapen hebt, dat het meer oplevert. En dat je gerechten ook beter gaan zijn, omdat de vis verser is. Dus meestal verkies ik ervoor om ze zo te vangen. Maar je hebt ook een harpoen om ze binnen te halen.
Ah, die had ik nog niet gevangen. Dus eigenlijk, elke duik is een bevoorrading voor in de avondshift van het restaurant. Inderdaad. En er zijn ook evenementen soms, waardoor dat... Het laatste evenement wat ik had, waren mensen die kwallen wilden eten, een soort kwallenfestijn. Dus ik moest dan ervoor zorgen dat ik in de aanloop ervan ook veel kwallen zou vangen. Dus er zijn ook wel van die evenementen. Even zien dat die haai mij hier niet... Ik ga die vis even laten voor wat is. En je kan ook steeds dieper gaan. Er zijn ook steeds meer gebieden die je kan ontdekken. Er zijn ook wel verhaallijnen, zoals bijvoorbeeld de Sea People. Daar zal ik niet te veel over vertellen, maar er is wel een soort meer min of meer mannenvolk die hulp nodig hebben. En dat doe jij ook. Dus er zit echt wel heel veel in. Ik kan nu... Ik ben niet zo goed bezig, maar je kan nu 63 kilo vis meepakken. Van het moment dat je meer hebt, ga je ook veel trager zwemmen, dus daar is wel iets om op te letten. Dus ik ga nu gewoon proberen zoveel mogelijk te vangen, zodat we terug omhoog kunnen gaan. Want je kan hier echt wel een half uur of zo per duik rondzwemmen, dat is geen uitzondering. Sommige vissen zijn ook iets moeilijker te vangen dan andere. Dan krijg je zoals net dat je moet klikken of je moet met een joystick bewegen of zo. Een klein quicktime eventje. Ja. En wat gebeurt er als je nu zo sterven? Dan ga je eigenlijk gewoon terug naar boven en dan mag je één vis meenemen. Dus de rest verlies je allemaal. Dus dat is niet echt aan te raden. Ik heb dat wel al een paar keer voor gehad, zeker in het begin. Nu duik ik misschien al iets te diep, want dit is al een nieuw gebied. Dus ik ga hier niet te ver naar beneden zwemmen. Dus ja, dat is zeker te vermijden, want dan is uw duik eigenlijk helemaal voor niets geweest. Er hangt wel een risico aan vast. Ja, zeker. En dan verlies je misschien ook de spullen die je hebt meegenomen. Ja, de wapens en zo, die behoud je wel. Dus, maar de vissen die je hebt gevangen, ben je eigenlijk allemaal kwijt. Die vissen natuurlijk ambetant te doen en ik heb geen... Ja. De invloed is vooral voelbaar in het restaurantgedeelte dan, als je... Ja. En zoals die haaien daarnet, is het dan ook dat je op termijn ook zo die grote haaien kunt... Ja, maar dan ga je wel een goed wapen moeten meenemen. Ik heb nu alleen maar dit mee, dan net, omdat dat makkelijk is om vissen levend te vangen. En dat is goed voor je punten. Maar je hebt echt wel een degelijk wapen nodig om die haai aan te vallen. Ik ga hier niet naar beneden gaan. En er zit hier ook zo wel nog wat dingen verstopt, die je dan ook in gerechten kan gebruiken. Dus dat is ook wel leuk. Ik weet niet of ik dat zeepaardje kan vangen. Ja, ondertussen wel. Het heeft eigenlijk wel zo Metroidvania elementen. Dan dat je op termijn echt verder, dieper, meer vissen. Ja, ook een beetje roguelike of roguelite. Ik weet nooit zo goed wat verschil daarin is, maar dat zit er ook zeker wel in. Maar het heeft wel invloeden van duizend en één genres eigenlijk. En dat maakt het zo leuk. Want het is eigenlijk wel zot dat ze dat tot één geheel hebben kunnen... Ik ga eigenlijk gewoon nu naar boven gaan, want... Nou ja, het gaat niet lukken hier met die vis. Oké, dan ga ik die toch proberen dood doen. Dit zijn zo de... escape pods, dus die zitten overal wel een beetje verspreid en dan kan je in één keer terug naar de oppervlakte gaan. Dat is wel handig als dat je echt heel veel vis hebt gevangen. Maar nu ga ik er iets sneller door. Maar dat is eigenlijk een beetje het vissen. Je kan echt een half uur of langer blijven rondzwemmen.
En het ziet er eigenlijk ook gewoon heel goed uit. En nu gaan we naar de sushi-bar. Dat is dus spullen die je net meenam van de boot. Want je had wel veel keuze, toch? Maar ik heb enkel echt die harpoen gezien. Wat heb je dan? Ja, de... Ah ja, oké, okay, van de wapens bedoel je. Ik ga dat hier misschien een keer laten zien, want je hebt ook een telefoon en daar zit eigenlijk alles een beetje in. Dus dit zijn de wapens die ik ondertussen heb. Dat gaat eigenlijk van een gewoon pistool, zou ik het bijna noemen, tot dingen die trager, maar wel sterker zijn. Je kan de vissen ook in slaap doen, maar dat duurt dan 8 seconden, dus dat hangt er dan ook wel weer vanaf of dat nuttig is of niet op dat moment. Je kan ze ook upgraden als je genoeg dingen verzamelt, zoals touw en van die kleine, ja, hoe moet ik het uitleggen, schroefjes of zo, die zitten ook overal wel verstopt. Ik kan er nu geen upgraden, maar dan krijg je ook altijd een hele grappige cutscene. Eigenlijk doorheen heel de game is wel heel grappig qua cutscenes en zo. Dus ik weet niet, ze hebben dat gewoon echt allemaal heel goed gedaan. Je kunt ook upgrades doen, zodat je ook dieper kan duiken, dat je ook meer vis kan meenemen. Dit is een belangrijk onderdeel, die Cooksta-app, voor het restaurantgedeelte, omdat het is een soort Instagram, maar als mensen je gerechten lekker vinden, krijg je meer punten en kun je een soort jury laten langskomen en dan kun je je restaurant ook upgraden. To-do is logisch, dat zijn gewoon de missies. Mail, dan krijg je soms zo een informatiemail om te zeggen van we hebben die of die vissen gezien en zo kan je die het beste vangen. Eco-watcher is ook wel een leuke, omdat als je bijvoorbeeld zeesterren of bepaalde schelpen vangt, kan je die hier afgeven en dan krijg je daar ook items voor, zoals een armband of zo. Dus dat is ook wel een leuke. Hier is een soort kaartensysteem met de vissen die je hebt gevangen. Dus er zit echt op zich wel veel in. Ja, echt alles van gamification zit erin. Ja, heel veel systemen om je toch wel gaande te houden. Zo. Om elke duik interessant te houden. Maar geen microtransactions? Nee, dat niet. Dus een avondshift, wacht hoor. De ingrediënten, ik zal ze misschien niet allemaal tonen, maar het zijn er echt wel heel veel wat je allemaal kan verzamelen. De staf, dus je moet je restaurant ook een beetje runnen. Je kan die ook trainen en zo als je geld genoeg hebt daarvoor. En dan krijgen ze ook bijvoorbeeld deze, die Kyoko, die kan nu ook drank geven aan de mensen. Eerst moest je dat altijd zelf doen. Dus het wordt wel iets makkelijker. Ik heb niet genoeg om research te doen. Dus het begint eigenlijk altijd dat je je menu moet samenstellen. En dit zijn de gerechten die we ondertussen kunnen maken. Maar het logischste zou zijn om alle duurste gerechten erop te zwieren, maar op het einde van de shift wordt alles wat niet verkocht is weggegooid. Dus je moet ook wel een beetje nadenken van, wil ik alles wel erop zetten? Want de kans is ook groot dat je het kwijt bent als mensen het niet bestellen. Ja. Dus ik ga nu gewoon snel een paar middelmatige gerechten erop zwieren. En je merkt wel dat ze beide game-aspecten, zowel het duiken als het restaurantgedeelte, wel heel uitgebreid hebben aangepakt. Ja, en daar blijft het ook niet bij, want misschien een hele kleine spoiler, maar gisteren kreeg ik ook een soort visboerderij erbij, waar dat ik nu plots ook vissen, eitjes kan verzamelen en mijn eigen vissen kan kweken daar. Dus dat is eigenlijk ook best iets groots wat pas... nog niet eens halverwege de game wordt toegevoegd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nog wel allemaal gaat volgen, want ik heb zoal wat filmpjes gezien bij anderen en er komt echt nog wel meer aan dan wat ik momenteel heb. Dus ik ben wel benieuwd op dat vlak. Dus nu gaan we open doen. Ik heb snel een menu gemaakt. En dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Nu toch, nu andere mensen ook drinken en zo kunnen inschenken. Want in het begin is dat chaos.
Ja, zij is mij voor. Ik kan ook een beetje lopen, maar Dave is niet super fit, dus het is zo... Herkenbaar. Maar het... het is zomaar een stukje dat je kan boosten. En het is eigenlijk de bedoeling om ja, zoveel mogelijk mensen te bedienen. Maar dus het koken moet je nooit zelf doen. Dat is gewoon selecteren en opdienen eigenlijk. Dat is inderdaad zo. Maar je hebt hier wel bijvoorbeeld een minigame waar je een beetje wasabi moet grinden. Want als de wasabi op is, kunnen ze niet meer verder. Dus dat zijn wel dingen die je in de gaten moet houden. Maar het is niet zo dat je zelf moet koken. Het zou kunnen dat er nog dingen worden geïntroduceerd wat je wel zelf moet doen. Ik ben hier niet zo goed bezig, want ik moet natuurlijk ook koper maken als mensen klaar zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het opzet, maar er zit ongelooflijk veel in. En ik denk dat dat ook wel hetgene is wat de game zo populair maakt. Dat veel meer is dan enkel duiken en een restaurant runnen. Ik wou dat ik genoeg had voor een upgrade momenteel, omdat de cutscenes zo grappig zijn. Degene die de wapens maakt is een ongelooflijke nerd. Echt zo een molliger type met vettig haar, een brilletje achter zijn computer. En die is enorm grote fan van anime. Dus die heeft dan zo'n groot, levensgroot kussen van zo'n een of ander vrouwelijk personage en zo. En je moet dan ook duiken naar een bepaalde pop die van een boot is gevallen. En ja, er zit echt wel humor in. Dus het blijft wel echt leuk. Dus ja, dit is een stukje van één loop. Nu gaan we... Kijk, nu begint een nieuwe dag en er is ook meteen iets nieuws. Ik krijg bijvoorbeeld nieuwe handschoenen, waardoor dat ik een object wat mij de weg versperde, plots wel kan verplaatsen. Dus zo gaat het steeds door. Het blijft wel echt boeiend en... Je hebt het misschien niet gezien, maar rechtsboven kon je ook zien dat er weer een evenement aankomt en dat er een bepaalde vis veel meer gaat opbrengen in een paar dagen tijd. En dat wel oplevert om die dan te gaan vangen. Dus zo blijft het maar doorgaan. En ik probeer het echt bewust heel traag te spelen, omdat ik vind het heel leuk. En het is maar een game van om en bij de 20 uur. En ja, dat vind ik de beste games. Games die je echt heel bewust traag... uitspeelt. En dat is zeker het geval bij deze. Dus. Maar er zit dus wel een einde aan. Het is... Allee, ja, omdat je zegt 20 ja, uur. Ik geloof of... het wel dat het verhaal wel ten einde loopt. En ik weet niet of er dan nog een soort vrij level is waar dat je kan blijven duiken en verzamelen. Dat zou wel kunnen. Maar het verhaal loopt zeker ten einde. Want dus, het heeft wel zoiets... Moet ik het zeggen, het verslavende aspect van bijvoorbeeld een Animal Crossing of ik zie voor mijn vriendin bijvoorbeeld, die zou deze echt heel veel spelen, maar als er dan zo 20 uur is, dan zij zou daar echt veel meer tijd in willen steken. Ja, ik heb ook het gevoel dat 20 uur weinig is. Ze kunnen daar echt nog wel veel meer mee doen, dus wie weet komt er nog DLC of ja. Ja, het is wel een grote hit op het moment, zo de echte indie hit, dus ik denk dat wel erin zit. Ai. Ja, het zou jammer zijn als ze niet meer zouden doen met... Oh. Dus ja, dit is weer iets compleet nieuws. Wat ze introduceren. Dus ik ga hier ook niet te veel verder spelen. Om niet te veel weg te geven. Maar ja, ze kunnen hier zeker veel meer mee doen nog. Al denk ik dat ook wel het gevaar heeft om te veel te worden of zo, maar er zit zeker meer dan 20 uur aan content in. Maar ja, het is een absolute hype, maar wel terecht, vind ik. Het is wel echt de moeite. Ik had wel gelezen van een collega die zei dat er echt heel veel verschillende genres en dingen samen zitten en dat wat te veel werd. Dus, maar... En van wat ik tot nu toe gezien heb, lijkt me dat wel echt juist het fijne aan de game. Ja, voor mij is dat wel de meerwaarde. En inderdaad, het kan... En ik snap dat misschien anderen zeggen, want het is misschien te veel. En het was misschien beter om één richting te kiezen. Maar
Ik vind net de samenloop van al die genres vind ik wel passen. En dat gebeurt ook niet heel veel. Dus dat maakt het ook wel uniek. Dus voor mij past het zeker wel. Dus ja, ik denk dat misschien het... het meeste is wat ik kan vertellen over dit spel zonder te veel weg te geven. Maar ja, iedereen die ik ken die het speelt, die is er wel fan van. En ik zelf ook. Dus, Ja, ik snap het verslavende aspect wel veel beter nu. Ja, ik heb nu ook wel... Het lijkt mij zo de ideale game voor iemand zoals mij bijvoorbeeld, die zo wat weinig tijd heeft tegenwoordig. En zo snel een paar loopjes doen en dan zo elke dag... Ja, en zo probeer ik het ook te spelen. 1 loop per dag of zo. Om het niet te snel te laten gaan. En ja, het duiken, je kunt dat op 5 minuten doen. Maar je kunt ook een half uur rondzwemmen om echt nieuwe vissen te vinden. En ja, je kunt het eigenlijk een beetje zelf indelen hoe dat je het speelt. Maar ja, het zit echt goed in elkaar. Alright, perfect. Goed, thanks Aike om ons rond te leiden in... Dave de Diver. Dus ik veronderstel dat het zijn geld meer dan waard is. Zeker en vast, ja. Is het momenteel enkel op PC, dacht ik? Of? Ik denk het wel, maar ik zie dit ook wel op Switch uitkomen ooit. Maar ik durf het niet te zeggen of het daar al uit is. Oké, goed. Is er al een volgend plan voor een volgende Indieverse? Of overval ik je terug met die vraag? Ik denk dat het plan is eventueel om Venba te spelen. Dat is een game die al een tijdje op mijn lijst staat. En die komt uit binnenkort. Dus dat lijkt me wel een goede optie. Ja. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Oké, goed. Bedankt Aike. Bedankt iedereen voor het kijken. Vergeet niet te liken, commenten en subscriben. En dan zien we jullie heel graag terug bij je volgende Indieverse.